Nee, de kleine, jij inmiddels is het in Nederland is het waanzinnig succes. Daar kan niemand over twisten. En dan volgt de volgende vraag. Wat op met buitenland? Nou, ik ben ook super bekend in Denemarken, waar ik zelf ook niet echt heel erg begrijp. Hoe is dat? Ja, maar... Ik heb gewoon shows in Denemarken en af en toe moet ik daar één keer per maand heen, één keer per twee maanden heen en dan is het gekhuis. En jij hebt ook nog, volgens mij was Ronnie zei dat jullie bezig waren zelfs de boel aan het vertalen naar het Duits. Ja, we hebben een Duitse vertaling opgenomen en ik weet niet tot hoever daar ik over mag praten. Jawel, mag wel. Maar dat wordt waarschijnlijk wel, ja toch? Ja, maar kan je... Weet ik niet wanneer uitgewacht, maar... Hoe is jouw Duits? Spreek hem dan een klein beetje Duits? Nee, alleen dat nummer kan ik, dus weet ik ook niet wat ik zeg, maar... zou je een stukje kunnen? Het is, als ik het goed heb, is het... Wenn dein Natter chillen is het kein probleem, dan kom ik voorbij. Ik kom niet alleen, dan ik heb stof und schnaps. Stof und schnaps. Ja, ja. Zomaar klappen jullie. Je weet niet eens wat hij heeft gezegd. Woehoe! Stof und schnaps. Ik wil een stof und schnaps. Oké, nou, maar nu gaan we de tent afbreken, want jij gaat optreden.